Chicken Kiev is eigenlijk heel erg makkelijk te maken. Het is een fantastisch gerecht. De smaken van dragon en kip passen echt perfect bij elkaar. Snij eerst met een scherp mes de kipfilets in. Maak daar een soort envelopje van, zodat je hem gewoon open kan duwen. Gebruik daarvoor echt een scherp mes, anders is het niet te doen. Dan vermeng je boter samen met de dragon, knoflook en citroensap. Breng op smaak met peper en zout. Dat meng je goed door elkaar heen, tot echt de boter zacht is geworden. Vervolgens vul je de kipfilet. Doe je hem goed dicht. En vervolgens ga je de kipfilet paneren. Daarvoor haal je hem eerst door het bloem, dan door het losgeklopt ei en dan door paneermeel. Ik haal hem dan nog een keer door het losgeklopt ei en dan weer door paneermeel. Dus ontstaat echt een dikke korst. Vervolgens vergeet je olijfolie in de koekenpan en daarin bak je dan de kipfilets rondom lichtbruin. Dan verwarm je de oven op 200 graden. En dan bak je ze daarin 15 minuten ongeveer. Dan zijn ze mooi goudbruin. Draai ze nog één keer om. Haal je ze eruit, snij ze doormidden. Ziet er prachtig uit. Eet smakelijk.